Ja, ik heb dus een ukulele-samenkomst georganiseerd voor mensen uit de regio. De aanleiding was dat er in de zomer hebben we een sessie gehad in het park. En dat was in het Henri Dunant Park in Eindhoven. Dat was heel gezellig en daar heb ik mensen leren kennen vanuit de Facebookgroep voor ukulele-spelers. Daar kwam het initiatief om het nog een keer te herhalen. Mensen die hebben zich aan kunnen melden. En zo hebben we een mooie groep bij elkaar gekregen. En het was erg leuk vandaag. Iedereen die heeft lekker muziek kunnen maken. Ik vind het een geslaagde bijeenkomst. Ik ken Music Doc, ik ken Eva. En daar moest ik aan denken. Een leuke ruimte. Ja, vandaar dat ik spontaan Eva een berichtje heb gestuurd van zou ik bij jou mogen. En daar was ze gelukkig meteen heel enthousiast over. Bij binnenkomst hoorde ik al meerdere mensen zeggen dat het een leuke ruimte was. Nou, dat is het natuurlijk. Het samenspelen ging ook goed. We hadden van tevoren de mensen gevraagd welke liedjes ze wilden spelen. Niet iedereen die had een liedje ingediend. We zijn uiteindelijk op een lijst van 10 nummers gekomen. Die hebben we ook rondgestuurd aan de deelnemers. Zodat ze thuis alvast een beetje de akkoorden hebben kunnen bekijken. En de nummers hebben we dus hier gespeeld. En het leuke vond ik ook dat sommige nummers niet in één keer van de grond kwamen. Dus dan probeerden we het nog een keer met wat tips vanuit de groep. En zo is het niet alleen samen muziek maken, maar ook leren. Dus dat een leuke avond. Ik hoorde ook al met het weggaan van wanneer doen we het weer. Het is opgezet als eenmalig iets, dus ik weet nog niet hoe we het door zullen pakken. Of dat iemand anders het initiatief neemt, maar ik vind het wel leuk. Het vraagt wel om een herhaling.